U hebt eerder aan me gezegd, geen devaluatie. Maar mensen zijn bang dat als er zo uitgegeven wordt, dat die devaluatie onvermijdelijk is. Al is het na de verkiezing. Kijk, ik kan niet in de zwaar gaan kijken. En ik heb het gezegd, er zijn geen enkele condities op dit moment die aan devaluatie staven. En een devaluatie, het maatregel van devaluatie, heeft vergaande gevolgen voor de economie. Op dit moment zien wij absoluut geen materiële condities daarvoor. En zoals ik het heb gezegd, ik blijf werken met de cijfers. Als de overheid in staat is geweest om binnen een jaar haar uitgaves voor 3% naar beneden te brengen, bij neergaande ontvangsten, dan zijn wij daar gelukkig mee. Als wij het omgekeerde zien, zullen wij even hard weer tegen de overheid gaan praten om haar uitgavenpatroon te matigen.